Zo ziet het er bij sommige Hagenaars uit. Bij forse regenbuien lopen kelders onder, maar ook een te hoge grondwaterstand is soms oorzaak van wateroverlast. Als ik het bij elkaar optel, dan hebben we wel een fikse schadepost in de duizenden euro's. Eigenlijk denk ik van ja, de gemeente is er voor de burgers, maar ja, er wordt niet aan onze problemen aandacht geschonken. Maar volgens de letter van de wet zijn huiseigenaren in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor een waterdicht huis. Als na een forse regenbui de kelders van woningen onder water lopen of door een hoog grondwaterpeil kruipruimte blank staan, dan kunnen bewoners klagen bij de gemeente. De gemeente is namelijk aanspreekpunt bij wateroverlast en de gemeente heeft een zorgplicht als het gaat om waterbeheer. Dat betekent dat de gemeente het rioleringsstelsel op orde moet hebben om afvalwater uit bijvoorbeeld de wc, regenwater en grondwater op te kunnen vangen. Maar huiseigenaren hebben zelf ook een grote verantwoordelijkheid. Zij moeten er namelijk voor zorgen dat hun huis waterproof is, zoals vochtdichte vloeren. Bij daken vinden we het heel normaal dat als het dak lek is, dat je dan zelf zorgt dat het dak weer gerepareerd wordt. Ook bij de muren is het zo, en de dakgoten. Maar gek genoeg, bij de onderkant, dan denken we van ja, dat water komt ergens vandaan. En dan hebben we niet zo het gevoel dat we ons eigen bezit moeten beschermen. Toch zijn er sommige situaties waarbij de gemeente beslist maatregelen te nemen, zoals het aanleggen van een drainagesysteem dat water afvoert. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer hele woonblokken kampen met wateroverlast. Maar de gemeente heeft niet de plicht om dit te doen. Maar kunt u zich ook voorstellen dat mensen denken, ik betaal waterschapsbelasting, ik betaal rioolheffing. Daar wil ik wel wat voor terug, ook van de gemeente, van het Hoogheemraadschap. Nou, ze krijgen er wat voor terug. Want normaliter hebben we droge voeten. En normaliter kan je gewoon doortrekken van de wc en weg is je viezigheid. Het rioleringsstelsel in Nederland is dus goed op orde, zegt hij. En dat wordt van belastinggeld betaald. Maar als er dan toch nog wateroverlast is, dan is er volgens Gastkemper sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. Die begint bij de huiseigenaren.